We hebben het zogenaamde vrouwmoeder-kind kliniek. Het bestaat nu eigenlijk een jaar, ruim een jaar is het open. En we hebben daar de zogenaamde family-centered care. Dus de familie is centraal. Dat geldt op het plek van de verloskamers, dat geldt op de plek van de kinderafdeling, dat geldt zelfs op de plek van de neonatale intensive care voor de kleine kindertjes. En we proberen dus eigenlijk altijd het gezin, de familie, moeder en kind samen te houden, centraal te hebben in de zorg. En ja, dat kan alleen maar als je dus heel erg nauw samenwerkt met de neonatologen, met de kinderartsen, gynaecologen, perinatologen. Als dat niet zeg maar een geheel is, dan lukt het gewoon ook eigenlijk niet om dat goed neer te zetten. Wat heel leerzaam is als AIOS in het ziekenhuis, dat het een derde lijns ziekenhuis is voor de perinatologie. Dus dat betekent dat er zieke zwangeren uit het hele land eigenlijk overgeplaatst worden naar dit centrum. En dat maakt dat je ook een enorme blootstelling krijgt aan allerlei ingewikkelde obstetrie en de daarbij behorende pathologie. En dus als AIOS enorm leerzaam. Om daarover te leren en dat mee te maken. Ieder komt, zeker voor een etalagejaar, komt natuurlijk met een beetje andere ervaring. Dus het zal er ook per individu anders uitzien. En dat kunnen we eigenlijk hier in deze kliniek gewoon heel erg makkelijk vormgeven. Ja, en we zijn altijd in voor goede plannen, leuke ideeën. Proberen we eigenlijk wel zo heel veel mogelijk te implementeren. Ik doe op dit moment etalage minimaal invasieve chirurgie. En dat betekent dat je zo'n 4 dagdelen per week mee opereert. En ook heel veel ambulante hysteroscopieën doet. Dus dat is ontzettend leerzaam als AIOS. Want je krijgt een enorme blootstelling aan laparoscopische operaties en ook ambulante hysteroscopieën. En ik denk dat het MMC een van de weinige centra in Nederland is die zoveel minimaal invasief opereren. En als AIOS is dat natuurlijk enorm leerzaam. We proberen onze AIOS'en echt mee te nemen in de plannen voor de opleiding. Zeker als ze komen voor een etalagejaar of half jaar. Ze kunnen eigenlijk hun eigen ideeën heel makkelijk bij ons kwijt. Soms proberen we dat zelfs vorm te geven buiten de ziekenhuismuren. Door een keer mee te lopen bij een bekkenbodemfysiotherapeut of bij een eerste lijns verloskundige. Voor elke stage is er een soort van voorbespreking met de stagebegeleiders en elke 3 maanden is er een evaluatie. En ja, tussendoor is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen. En mensen vinden het leuk om hun kennis te delen en hun vaardigheden te delen. En dat maakt dat er heel laagdrempelig overleg is. We zijn niet uniek als het gaat over verloskamersuites of dat soort dingen. Maar ook eigenlijk toch het gezin centraal staat. Maar we zijn wel uniek als het gaat over het gezin bij elkaar houden als de moeder ziek is en het kindje eigenlijk ook heel ziek is. Dus dan hebben we het over de neonatale intensive care, heel vroeg geboren babytjes, maar ook vaak zieke zwangere moeders. Nou, die komen eigenlijk op geen enkele plek in de wereld nog samen en wij proberen dat eigenlijk wel hier samen te brengen.